Bewegen is goed voor je lichaam. Veel sporten, wandelen, fietsen. Maar bewegen is ook goed in de mobiliteit. Dat is goed voor de sociale contacten. Dat je bij je familie of vrienden kan komen. Je werk kan bereiken. Het is goed voor de economie. Want je wil snel bereikbaar zijn. En onderweg is het dure tijd. En die dure tijd die is van jezelf. En daar willen we zoveel mogelijk voor zorgen dat je die ook goed kan besteden. Investeren in mobiliteit is weer hard nodig in Nederland. Dat is lang niet gebeurd. En we moeten dit land voor de komende generaties ook weer mobiel houden. Op de weg, op de rails, met fiets, voetgangers. Allemaal moeten we zorgen dat we de mobiliteit weer goed gaan regelen. Het lijkt nu allemaal nog redelijk goed te gaan. Maar we hebben her en der al wel infarctjes, opstoppingen. Bloedvaten zeg maar die vol zitten met propjes en dat bouwt zich maar verder op. Dat moeten we keren, dat proces. We moeten letterlijk de leidingen weer schoonblazen en zorgen dat Nederland hartstikke mobiel wordt. Daarvoor is de Mobiliteitsalliantie opgericht. Die hebben met elkaar plannen ontwikkeld om miljarden te gaan investeren in de toekomst van Nederland. En dat is goed voor je gezondheid, voor de klimaat- en energieverandering. We moeten het slimmer gaan doen en het houdt ons letterlijk in beweging. En iedere dokter zal zeggen, zolang je beweegt, is het gezond.